Gedurende zijn indrukwekkende carrière heeft Jacques Herp een scala aan opmerkelijke prestaties neergezet. Een hoogtepunt was zijn overwinning van de Grand Prix du Disque op het Songfestival van Sopot in Polen in 1972. Met dertien deelnemende landen onderscheidde Herp zich en genoot hij van zeven tot tien minuten durend applaus, een herinnering die hem altijd is bijgebleven. Maar naast deze triomf koestert hij ook de ervaring als gastartiest in de Oase Bar, de bejubelde theatershow van Joke Bruis en Gerard Cox. Herp deelt echter zijn teleurstelling over het feit dat hij nooit echt is doorgebroken in de musicalwereld. Hij vermoedt dat dit te wijten is aan zijn immense populariteit met het nummer Manuela, waardoor mensen wellicht niet verwachten dat hij een breder scala aan muzikale talenten bezit. Een misvatting volgens Herp: Met Manuela behaalde ik zowel een gouden als platina plaat, goed voor 30.000 gulden aan verdiensten, een bedrag dat destijds aanzienlijk was. Het is jammer dat dit succes mijn veelzijdigheid als zanger heeft overschaduwd. Betreurt Herp in een interview met Party. Een interessant aspect van zijn verhaal is het feit dat zijn zelfgeschreven nummer Toriador, zijn debuutsingle in 1972, vier jaar geleden werd uitgebracht door Wilbert Pigmans en nog steeds succesvol is. De voortdurende populariteit van het nummer levert Herp auteursrechten op, waardoor hij op een unieke manier wordt beloond voor zijn bijdrage aan de muziekwereld en hetgeen hij mist van de vroegere tijden.